Het interesseert me ook niet hoe ik erop sta. Hey, ja. Ik eet ongeveer 1 oliebol per jaar. Maar je eet nooit een oliebol. Oké, okay, nee, ja. Alleen met oud en nieuw, als ik heel veel champagne op heb, dan eet ik een oliebol. Ja. Yeah. En dan hadden we zelf onze oliebollen kunnen bakken. Maar ja, we hebben kinderen, dus we hebben geen tijd. En het huis gaat ervan stinken en we hebben al genoeg op te ruimen. Dus we doen het lekker makkelijk. We kopen kant-en-klare oliebollen. Die gaan we vullen met kant-en-klare slagroom. En dan maken we wel nog even chocolade ganache erbij. Ja, maar dat is het dus. Hoeveel calorieën zit er in die oliebol? Ja. 1000? Ik doe nooit aan calorieën tellen. Ik denk, iedereen zegt dat tegen mij. Hoe kan het nou dat je zoveel eet? En ik ben niet dun, ik heb gewoon maat 40. Maar ik denk dat het vooral is dat ik me niet druk maak over wat er mijn lichaam binnenkomt. Maar misschien zie ik er over 10 jaar wel uit als een soort ontplofte Big Mama. Maar we zullen het zien. En ben ik gewoon nog helemaal... Ja. Hier mag de slagroom in op laag vuur. Hey, dit is niet de slagroom die ik heb gekocht. Nee, maar dat maakt niet uit. En dit is Tony Chocolade, Tony ja. Chocoloni, pure chocolade. Dat heb je heel goed gekocht. En die ga ik even fijn. Komt het goed uit over dat geluid op Moet de camera? Het helemaal in? Ja. Dus, jij wou toch sporten vandaag? Ja, ik wil sporten vandaag, ja. Ik moet wel ook het vuur aanzetten. Ja, dat was mijn vraag. Moet ik het vuur aanzetten? Ja, ja. Oh ja. Kijk, is wat mooi. Tada. En waarom niet een gewone oliebol? Waarom? Nou ja, ik vind persoonlijk een oliebol met krenten erin. En dan met chocola en slagroom. Dat vind ik, ja, dat gaat mij net iets te ver. Waar? Structuur. Ja. Het is net als dat je pasta vongole niet eet met spaghetti. Niet met pennen, maar met spaghetti. Ja. En dit eet je niet met rozijnen. Nee, dat is... Waarom kan ik niet uitleggen, maar dat is gewoon zo. Maar waarom eet je niet gewoon een oliebol? Waarom moet er en slagroom en chocola en... Omdat jij nooit gewoon iets gewoon kan eten. Nou ja, het is toch... Het hoeft niet hoor. We kunnen ook naar huis gaan nu. Het is toch lekker? Het is heel lekker. Ik zeg al niks meer. Maken zo. Ik dacht dat jij al minder agressief was door net dat... Nee, ik word juist nog even iets agressiever erdoor. Ik snij hem door midden en dan peuter ik de binnenkant er een beetje uit. Zo. Hier, hapje, lekker. Ik eet geen gluten, ik eet geen suiker. Ja. Ik heb er ook al witbrood op. Heb je nog een hapje? Met poedersuiker. Beetje poedersuiker erop. Echt, Zo. Het mag niet koken, het moet rustig smelten. Het is nu dus gesmolten. En dan... Oh my god. Dacht ik, dan dippen we dit zo... Erin? Erin. Zo, ik houd er plek in mijn buik in. En dan vullen we hem zo met slagroom. Dan dippen we ook deze erin. Zullen we hem andersom dippen? Zo. Ik val even tijdelijk stil. Er zijn weinig momenten in het leven dat ik stilval. Nou, man van Maaike, je weet wat je moet doen. Zo. Oh jee. Yeah, en dan moeten ze. Nou ja, hij valt om. Het is niet zo'n drama, toch? Je moet ze gewoon mooi neerleggen. Oh jongens, dit is echt. Wil je het ook proberen? Ja, ik kan dit. Doormidden, leeghalen, dippen, slagroom. Ga ik even een hapje nemen als je het niet erg vindt. Ja? Ja, nee, ga je gang. Moet je de chocola niet... Ben je me nou aan het storen terwijl ik er hap ga nemen? Ik zeg al helemaal niks meer. I just died and went to heaven. Maar nu is het nog warm, hè? Ja. Als je hem iets langer laat staan, wat kouder laat worden, dan wordt hij ook wat steviger. Maar dit is toch een partijtje lekker? Dit is echt niet... Oh. Jezus, mens. Het glijdt. Je zit helemaal onder, hè? Dat weet je. Jij ook. Het komt er ook allemaal uit. En? Dit is zo lekker.
Nu? Normaal. Heerlijk, toch? Wil jij ook je eigen stukje hemel creëren met oud en nieuw? Check dan het recept. Toch? Het interesseert me ook niet hoe ik erop sta. Super bedankt voor het kijken en wil je op de hoogte blijven van al mijn video's? Abonneer je dan op mijn kanaal. En je kunt me ook vinden op Facebook, Twitter en Instagram. En natuurlijk mijn blog, furl.nl. Dankjewel voor het kijken. Doei!